Wat vind je het gepast om met de huidige toestanden in de wereld het historisch festival dit jaar te organiseren? Ja, en ik zal ook uitleggen waarom, want dat is een goede vraag. Let op, 2019 was er ook oorlog in Syrië. Die hadden we toen net gehad. En als ik even dat mag uitleggen aan de hand van een voorbeeld, een heel mooi voorbeeld. Ik heb zelf lesgegeven op Palet. En er komen heel veel kinderen zitten op die school met een oorlogsachtergrond. En ik dacht ook van, nou, dat wordt heftig. Dat wordt heel heftig. Om daar naartoe te gaan, educatie te geven. En wat bleek, dat juist die kinderen, als je dus het verhaal uitlegt en gaat vertellen wat onze geschiedenis is geweest, dat ook wij onze strijd hebben gehad lang geleden, door de eeuw heen, om te komen waar we nu zijn. En als je dat uitlegt, dan vinden kinderen dat eigenlijk op zich heel interessant. En er was eigenlijk geen shock of helemaal niets. Alleen ja, soms moet je het wel uitleggen. En als je zegt van ja, luister, deze oorlog in Oekraïne. Nou, ik ben ontzettend geïnteresseerd in geschiedenis. Ik volg het elke dag. Ik ben enorm begaan met die mensen daar. Maar ik denk als je niet uitlegt wat onze geschiedenis is. En ook bijvoorbeeld Oekraïne heeft een geschiedenis. Hè? Ook met Rusland. Ook met de USSR. Dus ook daar zit een verhaal achter. En ik denk als je die verhalen ophoudt te vertellen, want dat is wat wij doen met het Historisch Festival, dat je dan pas echt een probleem hebt. Wat heel veel mensen niet weten, altijd hebben we natuurlijk ons educatieprogramma. We hebben nu ook gezegd van we gaan actief ook dus speciaal onderwijs benaderen. We weten nu al dat 2200 basisschoolleerlingen van ons een educatieproject krijgen. Dat educatieproject is gewijzigd, daar hebben we iets meer gemoderniseerd met ook weer goede filmpjes, achtergrondverhalen. En we vertellen ook de leraren, maar ook de scholen over Almeloers, en dan heb je weer de link met net natuurlijk, die hebben gediend in het Franse leger en die ook hebben gediend ten tijde van Waterloo. Dus mind you, het is echt geen ver van bedshow, ook dat niet. En heel veel mensen weten dat niet eens. Dus blijf juist die geschiedenis vertellen. Dus er blijft een veldslag, maar er zijn zo verschrikkelijk veel dingen omheen wat we doen. We hebben nou bijvoorbeeld, ja, ik kan wel vooruitlopen wat we aan speciale nieuwe dingen gaan doen. Maar we gaan bijvoorbeeld bezig met de ambulance. Er komen ambulanciers naar Almelo. Hè? En hoe ging dat dan toen met de chirurgijn? De kampementen worden opgebouwd. We komen met extra bijzondere dingen. De dans om de vrijheidsboom is ook wel echt een thema. Hè, nu. 5 mei is niet meer gewoon 5 mei viering. Maar juist door de gebeurtenissen in Oekraïne gaat dat natuurlijk wel een andere dimensie krijgen. En als je dat op de juiste manier uitlegt, ik denk dat het juist heel goed is. Dank je.